Jawel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag en we gaan weer lekker trainen. Jawel. Ik heb de tas met hesjes en pionnen. Ik ga vast het veld op. Klaarzetten. En we hebben vandaag een gastspeler. Roy heeft hem net ook ontmoet. Ilias komt uit. Nee, jij niet jongen. Ilias die gaat meetrainen met ons. Ik zal hem zo even laten zien. En hij komt uit Syrië en kan nog niet zo heel goed Nederlands, maar dat is helemaal niet erg. Woont hier een klein halfjaartje. En iemand die heeft hij überhaupt gevoetbald? Hij voetbalt, schijnt dat hij daar goed dat hij daar voetbalde. Ja, maar hij heeft hier nog niet gevoetbald. Hij heeft hier nog niet dus gevoetbald. Hij kan gewoon direct instromen. Ja, hij kan gelijk inschrijven en dan kan hij meedoen. Dus wij hopen dat Ilias kan voetballen, hè? Daar gaan we vanuit. En aangezien we veel blessures hebben, is dit welkom. Een mooi oefenpotje. Hoofdklasse. Bekerwedstrijd, vriend. Bekerwedstrijd. Voor Roy is bekerwedstrijd niet belangrijk, maar voor mij wel. Bekerwedstrijd. Kijk, goalgetter Dave. Niet alleen spits met golasso's, maar ook trainer. Wat ga je doen? Ik ga Roy voor de gek houden. Ik zeg dat ik woensdag 2 wedstrijden heb. Ja. Eén van het eerste die gevuld had op kunst. En jullie moeten op gas. hij wordt helemaal gek, hè? Ga je dat nou doen? Ik loop wel even met jou mee. Roy, wist je dat toch? Maar woensdagavond 2 wedstrijden. Ik ben een selectie. De vriendschappelijke wedstrijd die niet op kunst. En jullie moeten op gas. Op 3. Oh ja, dat is goed. Ja? Ja, dat is goed. Dit op dit. Je denkt dat Roy dom is, hè? Hey. Roy, Hans denkt dat je dom bent, man. We hebben ook nog een miljoen broer. Nee, niet bij. Hey, Hans, niet bij. Jij. Ja, ik ja. Ik wil net zeggen, hou lekker buiten. Ik denk, het gaat er met beter weer niet. Oh, Roy, kijk Roy is goed aan. Alle bezigingen. Ah, hij komt allemaal binnen om mee te lopen. Dat wist hij ook wel dus. Dat wist hij ook wel. Echt een slechte grap, Hans. Jawel, en het is woensdag. We hebben zo'n bekerwedstrijd tegen WSV uit Apeldoorn. Kijk, Donnie, kijk niet zo blij, hè? Donnie, en waarom kijk Donnie niet zo blij? We hebben zaterdag vrij. Dus hebben wij Donnie gevraagd of hij met de BM mee wil spelen. Want Donnie is nog eigenlijk B-speler. En toen zei Donnie, ja, tuurlijk wil ik meer spelen. Want ja, ik wil mee. Ik vind het leuk om 18 te gaan. Ja. Ik wil de BM best helpen, want we doen nog niet echt best. Maar toen hoorde Donnie dat hij 's ochtends vroeg om, hoe laat moet hij aanwezig zijn? Nou, ik denk dat hij om 8 uur weggaat. 8 uur? Ze moet om 10 uur voetballen. Ah. Dus Donnie is echt niet zo heel vrolijk. Hij zegt eerst, ja, ik wil meedoen. En toen vertelde Roy is ook wel. Roy is ook wel rat hoor. En daarna zegt hij pas tegen Donnie, ja, 8 uur aanwezig. 9 uur. Wat hoor je nog, Donnie? Maar ik vind het wel tof dat je dat doet. Ja? Tegenstander speelt in het zwart. Wij dus in het rood. Vandaag. Let's begin the game. Succes, jongen. Goed, en de tweede helft gaat beginnen. We zijn echt fantastisch aan het voetballen. Het is onze beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Echt, de tegenstander heeft 1 kans gehad. Nou, wij worden niet echt groot, maar we zijn echt gewoon heerlijk aan het voetballen. De tegenstander zet hoog druk. We komen daar voetballen onderuit zonder de lange bal te gebruiken. Dus ik ben zwaar tevreden. Nu is onszelf nog belonen met een goaltje. Op neer, Roy. Ik ben zwaar tevreden. Hey, vakkenstrijder. Hoe is het, man? Goed. Ja, heb je lekker getraind? Ja. Welke elftal? D2. Oeh, wat heb je gemaakt zaterdag? Zaterdag hadden we geen wedstrijd. Geen wedstrijd? Woensdag, in al wedstrijd. Anders was je gescoord door Ajax, hè? Ja. Ja, dat is niet lekker, man. Ja, en de wedstrijd tegen WSV woensdag voor de bekerwedstrijd hebben we met 3-1 verloren. Maar we hebben echt ongelooflijk goed gevoetbald. Een van onze beste wedstrijden, nou, een van mijn beste wedstrijden van de afgelopen 4 jaar. Zelfs dat ik je training geef, echt een fantastische pot. Tegenstander zette hoog druk, kwam een voetballer onderuit. Tegenstander paste wat dingen aan, konden we prima oplossen. Ik was echt tevreden, uiteindelijk met 3-1 verloren. Nou, ja. Is jammer, maar na het voetbal, het spel gezien, was ik gewoon echt super tevreden. En de jongens ook. Ik had alleen even nog een klein puntje met Niels. Wat ik denk van, dat kan iets beter. Waar hij gevaarlijker uit kan worden, ga ik even met hem bespreken. En ik zeg tot later. Ciao. De sterspeler Niels is weer van alles aan het eisen, Hans. Ja.
Hij wil even alles, die jongen, hè? Alles. Onze sterrenspeler Niels. Regenjasjes, sokjes, trainingskleren. Roy, je moet wel goed zorgen voor hem. Ja, kijk. Zaterdag zoek, hè, Roy? Tuurlijk. Je moet Niels wel tevreden houden, hè? Roy. Heb je de ballen hier ook, hè? Deze bal erin, mevrouw. Hendrik is in de building. Hoi. Hoi, jongen. Ik loop nu de kleedkamer in. Hallo, jongens. Wat enthousiast. Wat enthousiast. Klopt. E-N-T-H-S-I-O. Jongens, dat, ik ben al lang blij dat ik het kan uitspreken, jongens. Wat boeit mij dat spellen? Zal ik jou even zeggen, hoe speel je interessant, nerdje? Ja, kom eens even. Hoe speel je interessant, kerel? Als je een beetje interessant gaat lopen doen met mij, kom maar. Ja, jij ja, ja. Spel eens even. N-T-E-R-E-S-S-A-N-T. Ja. Kerel doet echt slim, hè? Niels, speel jij eens even interessant? I-N-T-E-R. Dan denk I en dan weer S-S-A-N-T. Oh, Niels, bokst die dingen, man. Lekker, jongen. Mika, de wortel van 10. 3, nog wat, ja, 3, hoeveel? Damien, ben je ook van de rekensommen? Ik heb van alles weten. Wanneer was de Tweede Wereldoorlog, Damien? Van 1940 tot 1945. Ja, bijna. Ja, kun je dat nou zeggen, dat weet je zelf niet. Jawel, was van 1940 tot 1945, heeft gelijk. Waarom zeg je dat bijna? Nee, 43 tot 48, toch? Lekker boys, ik zit al hoeren met jullie. Quinten, hoe slim ben jij? Dat is even een IQ-test vandaag hier voor de training. Ik denk lama. Dan. Hoeveel is... Ik denk lama. Waarom denk je dan aan een lama dan? Snap ik niet, hè? Quinten, je hebt shirt nummer 15, toch? Ja. Hoeveel is 5 keer... 5 gedeeld door 1? Waarom? Hey! Nou, ik ben hier, Oebo. Oebo, vind je goed, hoor? Perfect, man. We gaan even praten met die jongens. Want ze bakken er niet veel van de laatste tijd. Dus even een gesprekje, man. Stift. Ik ben beter, want er komen minder mensen. Moeten we even streng gaan doen. Ik ben te chill, te aardig. Kom wel. We moeten even hard zijn. Tony is weer zogenaamd geblesseerd. Ja. Waar heb je last van? Next. Waar heb je last van? Knieholte. Knieholte nog wel. No. Waar zijn Declan en Max dan? Waar zijn Declan en Max dan? Ja, het is goed met ze. Wat gaan jullie doen dan? De kleedkamer stinkt naar pis, jongen. Nou, deze... Ik zal zo, jongen. Ah, jongens, dat kun je toch niet maken? Het stinkt naar pis, jongen. Laat die camera geur, jongen. Laat u ruiken daar. Ah. Ruik dan daar. Wat ga je doen dan? Ja, die kleedkamer is helemaal lang. Ja, hier, dat is ook een tweede reden. Ga niet zo'n lange kleedkamer. Beeldvorming, had je niet maar... Voor jouw beeldvorming gaan we even kijken hoe snel ik in 2 minuten klaar ben. Ik ben benieuwd, jongen. Jij ook aanvoerder, even leuk weet dit voor de teambuilding, hè? Goed, man. Ja, sowieso. Boeit ook al niet. Wat dan? Gewoon een andere kleedkamer of zo. Ja, komt dat omdat het nat was, anders was ik daar gewoon... Ja, stinkt ook daar, jongen. Pist. Max van jou had ik niet verwacht. Sociale Max gaat hier in zijn eentje. Ja. Nou, en we gaan trainen. Ik ben een beetje ziekjes, het is weer koud. Ik heb weer muts gefixt van Niels, want ik heb de mijne vergeten. Niels, dankjewel jongen. Top, het is echt koud buiten, lekker dik aankleden. Maandag trainen, zaterdag weer wedstrijd en dan gaan we er weer voor. En ja man, ik heb er zin in en wie komt daar even aan? Hoi, oh, Bram, ik chill, onze trainer in worden, denk je wel. Lekker man. Dat was even een kribboogje van Mart. Ja, we gaan lekker trainen. Zaterdag wedstrijd tegen rood-zwart. Maar ja, we moeten nog even puntjes pakken. Onze competitie is zo dat de eerste 6 doorgaan naar een andere competitie. En in die competitie kun je kampioen worden. Ik zeg tot later. Ciao, 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 ciao. Jongens, de dep is al lang uit mijn bed. Jullie zijn een beetje boos op mij, merk ik. Ja. Waarom? Ik weet niet meer waar die beelden zijn, maar ik ga... Ik weet niet meer waar die beelden zijn, maar ik ga ze proberen te zoeken voor jullie, hè? Ja, zoeken. Denk sorry jongens, dit komt erin, beloof ik je. Ja, man.
Dave is mijn getuige bij deze, dit komt erin. Doe het nog één keer de dab. Oké, doe maar even dan. Wacht even, zoom ik even in. Lekker boys. 12 banden. 12 maar. Ze wonen ongeveer in hem. Oké, okay, dan. Ja, dat zijn nou goed. Is dat onze tas wat daar... Ja. Hoedjes, hetjes. Mooi. What up mensen, daar zijn we weer. Donderdag en we gaan trainen. Zaterdag wedstrijd tegen de koploper. Tegen Losse, die hebben 13 punten. Wij 9 met 1 wedstrijd minder gespeeld. Dus als we winnen, komen we 1 punt erachter te staan. En hebben we nog een wedstrijdje te goed. Om ze in te halen en we gaan beginnen met de warming up en ik zeg tjo. We hebben een wedstrijdje minder. Als we vandaag winnen en onze inhaalwedstrijd winnen, komen we op een zin. Dat is al iets positiefs. Dus vandaag lossen keihard werken met z'n allen. Ik ga even de opstelling bekendmaken en dan gaan we beginnen. Let op. Declan, Daan, vandaag weer en Donnie, als zij ons hoog vastzetten. Met de drie spitsen op jullie drie. Hoe gaan we dat oplossen? Daan loopt op toch? Declan, waar loop ik? Of ik ga ja, die kant, dan doe je, of ik loop middenveld in een eentje van binnen. Juist, ik heb liever dat jij links uitstapt. Ja, naast de 16. Af is. Met wie? Nee, wat ik zeg, je kan die doen links uitstappen, maar je kan ook in het middenveld. Ja, als jij naar het verschil is, als jij naar het midden toe trekt, dat het daar wel druk is. Quinten en Niels? Dat de centrale wel worden ingespeeld, zodat je niet met z'n tweeën al erbij gaat staan, maar iets inzakken. Wordt er één ingespeeld. Als Quinten, Niels, let even op. Als Quinten naar hem toe loopt, loop je hier naar de keeper, oké? Okay? Naar de wedstrijd van WSV. Maar blijf die focus houden. Als je dat vandaag kan opbrengen wat je tegen WSV deed, dan speel je ze helemaal zoek vandaag. Maar moet je wel blijven doen. Positief allemaal. Als iedereen maakt fouten, positief blijven naar elkaar doen. Positief. Je mag elkaar natuurlijk altijd wat zeggen, maar op een normale manier. Jawel mensen, het is zaterdag en ik heb net de wedstrijdbespreking gedaan. Kijk, de jongens zitten nog achter me. Vandaag spelen we tegen Losse. Die hebben 5 wedstrijden gespeeld, 13 punten. We hebben 4 gespeeld, 12 punten. 1 seconde Niels. Dus we hebben nog een wedstrijd te goed. We staan 4 punten achter. Dus als we vandaag van ze winnen, komen we 1 punt achter te staan. Als we de inhaalwedstrijd winnen, komen we over ze heen. Losse, wat ik begrepen heb, een sterke ploeg. Won ook alles met 8-0, 10-0, 11-0. We hebben eentje gelijk gespeeld. Dus ik hoop dat we vandaag wat gaan maken. En dan mijn grote vriend Niels hier om met vragen. Vertel eens jongen. Ja, ik wil dat. Waar zijn die hesjes? Welke hesjes? Die Dat is met hesjes? Nee, die jasjes altijd. Die vrouw. Ja, ook aan. Wel goed. Kom op, jongen. Oh, tuurlijk! Door! Rust, meidje, rust! Kom maar. Goed, de wedstrijd is inmiddels afgelopen en we hebben met 6-3 verloren. Ja, een beetje een geflatteerde uitslag. Eerste helft waren we goed, tweede helft lieten we een beetje de kopjes hangen. En ja, helaas 6-3 verloren tegen de koploper. De trainer zegt al van ja, ook wel een beetje geluk. We waren niet slechter ofzo, ging gewoon redelijk gelijk op. Maar de tegenstander was gewoon een stuk feller, mentaal beter. En ja, we gaan van top, helaas. Ik zeg op naar volgende week. Ciao.